Stichting Dieren Thuis in Aarle-Rikstol moet voor 1 oktober van dit jaar dicht zijn. Dat heeft de rechtbank in Den Bosch besloten. Het Dieren Thuis vangt gewonde, bejaarde en moeilijk te plaatsen honden en katten op. Een omwonende had een rechtszaak tegen de dierenopvang aangespannen. Hij zegt dat hij veel overlast heeft van het Dieren Thuis. De stichting had al plannen om te verhuizen naar Almere, maar dat zou pas volgend jaar zijn. Volgens directeur Alice van Duin van de stichting is het onmogelijk om te voldoen aan de uitspraak van de rechtbank.